Nederland telt zo'n 500 strafrechtadvocaten. Zij staan mensen bij die van een misdrijf worden verdacht. Wat zijn strafpleiters voor mensen? Zijn het letterlijk advocaten van kwaaie zaken? Gewetenloze graaiers in maatpakken? Of vormen ze juist het broodnodige tegenwicht op de weegschaal van vrouwen justitia? Hoe ver gaan ze in het contact met hun cliënten? Hoe diffuus zijn de rafelranden van het recht? En kun je eigenlijk een spin verdedigen zonder in zijn web verstrikt te raken? In Kijken in een Ziel praten 11 toonaangevende strafpleiters de komende 6 weken over hun vak en over zichzelf. Vandaag een introductie. Meneer Moskowitz, wat wordt u door de buitenwereld nou het vaakst gevraagd over uw vak? Hoe kan je dat nou doen? En wat bedoelen ze dan? Ik heb wel eens gehoord dat ze zeggen: u bent toch een intelligente, nette, goed opgevoede man? En hoe kunt u nou zo iemand verdedigen? Hoe kun je iemand verdedigen die tegenover jou zegt dat hij het wel gedaan heeft? En als je dus weet dat iemand het wel gedaan heeft, hoe kun je iemand dan toch verdedigen, hem laten zeggend dat hij het niet gedaan heeft? Dat is eigenlijk de vraag die iedereen altijd stelt. Ja, ik heb denk ik al zoveel antwoorden geprobeerd dat ik nauwelijks meer een vaste lijn heb. Nee? Nee. U vindt dat geen interessante vraag? Nee. Ik vind het ook een hinderlijke vraag. Ja? Ik kan er zo vrek weinig mee. Op een gegeven moment dacht ik van nu is het wel genoeg. Ik heb het 10 keren uitgelegd waarom dat naar mijn mening best wel kan. Maar daar hou ik mee nu eens een keertje mee op. Het is nog steeds een hele uitdagende vraag, omdat het antwoord op die vraag eigenlijk alles behelst wat mijn vak inhoudt. En dat antwoord is? Het antwoord is dat schuld of onschuld van iemand die ik bijsta voor mij totaal oninteressant is. Rechtspraak, strafrechtspraak vindt plaats op basis van gegevens die een rechter heeft. Die gegevens zitten in een dossier. Die gegevens komen op de zitting naar voren. En dat is de basis waarop de rechter moet beslissen. En wat is uw taak daarin? Mijn taak is om de rechter op het goede spoor te zetten. Wat in mijn dwaalspoor? Wat in mijn ogen het goede spoor is. Zeker niet een dwaalspoor. De buitenwereld denkt van, hoe kunnen ze die boeven nou allemaal verdedigen? Toch? Maar die buitenwereld kan soms ook zelf voorwerp van onderzoek worden. En dan zou ik zeggen, dan zijn ze maar wat blij dat jij er ook nog bestaat. Dat strohalm, advocaten bestaan. Dat advocaten bestaan, ja. De geschiedenis leert dat soms de enige strohalm is. Je advocaat? Je advocaat. Ja. Jij en je advocaat. Als de advocaten er niet zouden zijn, zou er geen tegenspraak in de rechtszaal zijn. En in het hele proces geen tegenspraak zijn. En dan zou het voor elke burger die terecht staat een vorm van Kafka zijn, waarin een aantal formules worden gesproken en een persoon achter de tafel. Dus u bent letterlijk het tegenwicht op de weegschaal? Ik ben absoluut het volstrekte tegenwicht in de weegschaal. Iedere cliënt, wat hij ook gedaan heeft, hoe hij is als persoon, wat ook de aard of de ernst is van het feit, iedere cliënt krijgt van mij als raadsman het volle pond. Ik sta pal achter die persoon, niet achter het feit. Maak geen enkel onderscheid. En zo moeilijk is het niet, want na 2-3 gesprekken zie ik nooit meer het delict. Heb ik niet meer dat ernstige delict op mijn netvlies, maar gaat het mij om die persoon, die man? U bedoelt, degene die u verdedigt, die gaat dan bijna voor zijn eigen daad staan. Dat ziet u niet meer. Nee, ik zie dan alleen de persoon. Iemand met een eigen aard, een eigen karakter, een eigen persoonlijkheid. En ik zie niet meer het vervelende delict. En dat is maar goed ook. Mijn schoonvader, die zelf 2 concentratiekampen heeft overleefd in de Tweede Wereldoorlog, die heb ik ooit de vraag voorgelegd in 1999. Toen werd ik voor het eerst gevraagd om bij het Rwanda-tribunaal een
verdachten bij te staan. In dit geval een bisschop die werd verdacht van betrokkenheid bij genocide in Rwanda. Ik heb hem de vraag voorgelegd, hoe zou u het vinden als ik deze verdachten ga bijstaan? Of dit soort verdachten ga bijstaan? Want ik wist natuurlijk dat hij als geen ander het meest afgrijzelijk heeft meegemaakt. En zijn antwoord was toen, ik vind dat je het moet doen. Want alleen doordat er advocaten zijn, kan het rechtssysteem functioneren. Als er geen verdediging is, komen er misschien wel veroordelingen, maar die hebben geen legitimiteit. Wat voor cliënten verdedigt u? Allemaal hele aardige mensen uiteindelijk. Schatten van mensen? Ja, geweldige mensen. Nee, uiteenlopend pluimage zou ik zeggen. Dat kunnen mensen zijn die worden geafficheerd als grote boef. Het kunnen mensen zijn die in het bedrijfsleven werkzaam zijn. U heeft bijvoorbeeld Willem Holleder verdedigd, hè? Lucia de Berk. Ja. Volkert van der G. Ja, dat zijn mensen die in de publiciteit bekend staan. Een bepaald beeld hebben opgeplakt gekregen. En die in de loop van de tijd wat beter ligt kennen. Ik heb eigenlijk van alles. Ja. Ik moet wel zeggen dat het overgrote deel wordt natuurlijk gevormd door toch drukzaken. Maar ik heb toch ook heel veel fraudezaken, sekszaken, ontucht. Ik sta mensen bij die verdacht worden van zedenzaken. Ik sta mensen die verdacht worden van geweldzaken bij. Mm-hmm. En dat zijn soms hele zware feiten die ik... Kiest u bewust die zaak of komen ze gewoon toevallig bij u? Net als mond-op-mondelijk kramen. Ik heb alle soorten cliënten. Noemt u dus verschillende categorieën? Ik heb criminelen als cliënt. Ik heb onschuldige burgers als cliënt. Van doktoren, officieren van justitie tot... Die had u ook onder u? Ja. Ja? Tot mensen die speculeerden of wat voor dingen dan. Evenveel mannen als vrouwen? Ja, veel meer mannen dan vrouwen. Vrouwen zijn zwaar ondervertegenwoordigd. Niet zozeer omdat vrouwen minder crimineel zouden zijn, maar de aandacht van het apparaat is op mannen gericht. Ze arresteren meer mannen, bedoelt u? Ja, ja. En vrouwen, denk ik, plegen zonder meer strafbare feiten. En ik denk meer dan wat je nu in de verhoudingen ziet in de getallen. Maar doen het misschien toch uiteindelijk iets slimmer dan de gemiddelde man. Overwegend sta ik verdachten bij die moord en doodslag hebben gepleegd. Dus dat is het grootste deel van mijn praktijk. Kiest u die uit of komen die gewoon naar u toe? Dat is een hele belangrijke regel in ons kantoor. En dat zou eigenlijk een regel voor iedere advocaat moeten zijn. De cliënt kiest ons en wij nooit de cliënt. Men denkt wel eens dat ik ga bellen. Van, zou je niet naar mij willen komen? Maar dat heb ik nog nooit gedaan. Zal ik ook niet doen. Hoef ik ook niet te doen. Dus nu mensen bellen mij. Hè? Zoals mijn confrère Doedens vroeger placht te zeggen, het komt tot mij. Dus de telefoon gaat, de e-mail gaat en zo komt het. Hoe werkt dat nou als er een groot misdrijf wordt gepleegd in Nederland, waar het hele land vol van is? Zit u dan naast de telefoon? Naast de telefoon, maar dan lees ik de kranten wel extra goed. Met in het achterhoofd het idee van, die zou nog wel eens kunnen bellen. Want hoe werkt dat bij een advocaat? Hè? Theo van Gogh wordt vermoord. Zit u dan naast de telefoon van, ik ben benieuwd of die mij belt? Nee. Nee? Die zaak zeker niet. Omdat ik... Als voorbeeld, hè? Ja, nou, u geeft het nou net als voorbeeld. Omdat het soms wel voorkomt dat ik denk, nou, dat is een interessante zaak. Mijn handen jeuken. Waar had u dat bij bijvoorbeeld? Dat had ik bij, om eens maar wat te noemen, de zaak Wilders had ik dat. Dat vond ik een hele juridisch interessante zaak. Wilde u graag doen? Ja. Wie niet, zou ik bijna zeggen, mijn vak. Ik had dat ook wel bij de vuurwerkzaak in Enschede. Van André de Vee? Ja. Dan zit ik niet naast de telefoon, maar dan denk ik wel van, dat is een interessante zaak. Maar en wat doet u dan om hem binnen te halen? Niets. U wacht? Natuurlijk, je wacht. En de telefoon gaat of je gaat niet. Maar bij Van Gogh had u dat niet? Nee, had ik niet, nee. Omdat ik hem ook niet graag gedaan zou hebben. Nee? Nee. Want? Om te beginnen kende ik Van Gogh goed. Mm-hmm. En dat is al de reden waarom ik hem niet zou hebben kunnen doen zelfs. Ja, ja, dan zou het te dichtbij gekomen. Ja, dat zijn zaken die doe ik dan niet. Hoe dichtbij mag het voor u komen? Kunt u de moordenaar van uw buurman verdedigen?
Het hangt er helemaal van af wat de relatie is tot je buurman. Kijk, in als uw je, geval. Als je je buurman twee keer per jaar ziet. Ja. Of, maar dat is wel een criterium. Nou ja, kijk, als... En u hebt één keer met hem gebarbecued. Ik zou daar geen probleem op zich mee hebben. Nee. De moordenaar van uw buurman, kunt u die verdedigen? Oh, dat hangt van mijn buurman af. Als het een etterbuil is, dan natuurlijk wel. Maar als het een geliefde buurman is waar ik heel vaak mee omga, niet. Als ik een grote lotsverbondenheid heb met een buurman, dan vind ik het geen vertoning dat ik zijn moordenaar ga verdedigen. Nou, u hebt het nooit een leuke man gevonden? Dat zou ik geen enkel probleem hebben. Nee. Nou ja, goed, ik zal het de buurt uit moeten leggen, dat wel. Toch? Kunt u de moordenaar van uw buurman verdedigen? Nee, natuurlijk niet. Nee? Nee, natuurlijk niet. Dat kan je niet. Sommige collega's zeggen, het hangt er vanaf wat voor buurman het is. Nee. Nee? Nee, dat moet je niet doen. Absoluut niet. Nee? Zodra het slachtoffer Hans en mij bekend is... En wij daar enige band mee hebben... dan is het al uitgesloten dat wij de verdachte bijstaan. Hebt u zoiets meegemaakt? Ja, er is een meisje uit Maastricht, wilde bij ons stage lopen. Ik had een gastcollege gegeven aan de universiteit in Maastricht. Zij was enthousiast, wilde wel naar Leeuwarden komen. We zijn naar een café gegaan, nog iets gedronken. We hebben een korte briefwisseling gehad. En even later las ik in de krant dat zij en haar vader door de moeder in Bad Hoevedorp waren omgebracht met een bijl, de zogenaamde bijlmoorden. Ja, je voelt hem al aankomen. De moeder belde. En die zei, wilt u mij bijstaan? Want die had uw naam misschien ook wel eens gehoord van de dochter. Dat zou kunnen. Dat is op zich al een punt dat je moet zeggen, deze zaak niet. U hebt het niet gedaan? Nee, ik heb het absoluut niet gedaan, want ik kende haar. Ik was erg geschokt toen ik dat hoorde. En dan kun je zo'n zaak niet doen zonder emoties. Als ik een zaak doe, dan spring ik op de kist... en dan is het schieten, knallen, vechten, strijden, alles eruit. En dat kan ik niet nu ik dat ene slachtoffer ken. Dus ik heb gezegd, op kantoor zeiden ze... kun je er toch nog niet eens over nadenken? We waren het niet helemaal eens. En toen heb ik gezegd, ik wil rustig kunnen slapen. Ik wil niet woelend in mijn bed liggen van, heb ik dit wel goed gedaan? Nee, bij twijfel doe ik het gewoon niet. Gewoon niet doen. Er is een geruchtmakende moord geweest op een restaurateur. Iemand die een restaurant had. Een restauranthouder, moet ik zeggen. Ik had daar wel eens gegeten. En na wikken en wegen heb ik toch de verdachte in die zaak bijgestaan. Ik heb wel een gesprek gehad, ook nog met zijn weduwe. Had het wel gesmaakt? Zeker. Ik heb dat gedaan, maar ik heb daar wel over nagedacht. Mm-hmm. Ja? Maar het is niet zo dat ik die man kende, weet je. Ik wist dat hij de eigenaar was van het restaurant. En de buurman die iemand vermoord heeft, kunt u die bijstaan? Ja. Dat is geen probleem. Dat is zonder meer het antwoord ja. Moet je ook niet doen. Nee. Je moet vermijden dat er vervuilende emoties in het spel kunnen zitten. Maar u kunt misschien extra overtuigd voor die buurman vechten. Ja, maar dat moet je niet doen, want de vrouw van de buurman... ziet je dan s'avonds terugkomen en dan heb je een borrel... en dan drink je wellicht de avond voordat de buurman de volgende dag bij de rechter moet komen... heb je een feestje en dan zegt de buurvrouw... ja, maar morgen is mijn man toch... Nee, dat moet je allemaal niet doen. Deze moet je niet meer nemen. Ja, nee, je moet je privéleven moet je scheiden van je werkleven. Waarom iemand anders wel en de buurman niet? Nou, er zijn collega's die zeggen... als je zo persoonlijk betrokken bent, als je iemand zo goed kent... Mm-hmm. moet je het niet doen. Ja, maar goed, als het zo zou zijn... dat ik mijn buurman leer kennen, opeens... als een heel andere buurman, die met een geheim leven. Ja. En geheime woeste instincten. En noem maar op, wie had dat gedacht van die lieftallige buurman? Nou, dan gaat je nieuwsgierigheid, die helpt je wel weer overeind. Dus dan wordt het een hele mooie klus. Dan worden we eindelijk eens echte buren. Nou kennen we elkaar, toch? Is het voorgekomen dat iemand zich meldde en dat u dacht, dit komt te dichtbij? Nou ja, dat is een keer in het geval van Boutersen, om dat toch maar even van stal te halen, gebeurd. Want destijds, toen Boutersen
een tijdje aan de macht was, of net aan de macht was na die staatsgreep. Toen ben ik gebeld door de ambassadeur, de toenmalige ambassadeur in Den Haag van Suriname, ene meneer Herrenberg, met het verzoek of ik een kort geding tegen de Wereldomroep zou willen aanspannen, omdat die allerlei voor Boutersen, Koemsoewies vervelende berichten de ether inslingerde. Ja. En dat heb ik toen geweigerd. Omdat je dan eigenlijk voor Boutersen werkt indirect? Ja. Ja. Maar u bent wel betrokken bij zaken tegen Boutersen, hè? Ja. Is dat dan, ben je daar dan ook niet te veel bij betrokken? Als je vrienden hebt verloren door die man? Ja, maar dan is het een andere procespositie die je inneemt. Ja. Kijk, als je als advocaat voor een verdachte optreedt, dan moet je ervoor zorgen dat je het onderste uit de kan moet halen. En niemand, en ook de verdachte, moet niet het gevoel krijgen van hé, wacht eens eventjes, meneer laat wat achterwege, want hij is zo gepassioneerd met de slachtoffers. Ja, ja. En als slachtoffer, als advocaat van slachtoffers, heb je die positie niet. Maar dan is het ook makkelijker om gepassioneerd te zijn. Dan is het ook makkelijker om gepassioneerd te zijn, precies. Ja. Wat kost het eigenlijk als ik u inhuur? Dat hangt er vanaf. In de eerste plaats of u in aanmerking komt voor wat heet gefinancierde rechtshulp. Dus voor een toevoeging. Wanneer kom je daarvoor in aanmerking? Onder een bepaalde inkomensgrens. Waar ligt die ongeveer? Ja, ik geloof rond de 13.000 euro per modaal jaar. Ongeveer. Modaal. Als je daaronder zit, dan krijg je een advocaat. Precies. Heet dat Prodeo? Prodeo. Ja. Ook mensen die vastzitten hebben recht op een gefinancierde rechtshulp. Maar dat zijn ook advocaten, ook cliënten die graag willen betalen. Nou, dan, Dan zullen ze betalen. Dan kunnen ze betalen. Ik was benieuwd. Ja, dan kunnen ze betalen. Ik heb een hele andere manier van vaststellen van mijn honorarium. Ja. Eigenlijk is het zo dat ik u bij uw beide enkels pak en dan ondersteboven trek. kijk wat eruit rolt. Ja. Wat kost het als ik u inhuur? 250 euro per uur. Exclusief BTW. 240, 250 euro per uur. Er zit ergens tussen de 300 euro en 500 euro in. 450 euro per uur. En, met een soms een kleine matiging. Ik vind het vrij pittig. Ja? ja. Is die dan ook eigenlijk twee keer zo goed? Nee, daar ga ik niet vanuit. Ik vind het vaak 240, 50 al veel om aan een burger te vragen. Want vaak zit een cliënt die bij ons komt net boven die grens. Ja. Als hij onder die grens valt, hoeft hij niets te betalen. Ja. En dan zit hij er net boven, dan kan dat 30, 40, 50.000 euro worden. En dan zeg ik wel eens tegen een cliënt, nou, die 250 doen we niet, maar we maken het af op 170 of 150. Want dat kan ook, we kunnen een prijs afspreken. Ja, en dan hoeven we het. Maar kunnen we een totaalprijs afspreken? Gebeurt ook wel eens dat we zeggen, we doen een prijsafspraak. Ik spreek vaak een totaalbedrag af voor de hele zaak. Ik zeg, nou, dat willen cliënten heel graag, dat iedereen weet waar die aan toe is. Ja. Wat kost een gemiddelde moord, zou ik maar zeggen? Nee, dat kan. Nee? Je hebt moord met een dossier van 3 centimeter... en je hebt moorden met 30 ordners. Ik maak een vast afspraak. Oh ja? Wat kost een moord? Een moord? Dan moeten een boel getuigen worden gehoord. Je zit een paar dagen met de rechtercommissaris die getuigen uit te melken. De zaak komt een paar keer op een zitting. Dan moet je rekenen op zo'n 15 mil. 15 mil. Kunnen wij ook een totaalbedrag afspreken? Dat doe ik liever niet. Nee? Nee, dat heb ik een paar keer gedaan. Daar heb ik alleen maar ellende van gehad. Dat u niet betaald krijgt? Jawel, de mensen betalen wel, maar en dan kunnen ze bijvoorbeeld wel 10 of 20 mil op voorhand betalen. Maar dan zal je altijd zien dat het zeer veel eisende, gecompliceerde cliënten zijn die elke dag brieven en faxen en e-mails sturen. Want die denken dan, nu heb ik hem ook. En nu heb ik hem ook. En dan blijkt toch dat je dus in zo'n zaak een hele hoop meer proceshandelingen moet verrichten dan je aanvankelijk had ingeschat. Twee keer zoveel getuigen horen dan aanvankelijk gepland. Dat willen ze, wat hebben ze voor betaald? En dan zit je eraan vast. Leken denken altijd dat het echt met dat er gewoon een grote met vuilniszakken met geld op tafel. Komt dat voor? Nee. Enige weken geleden komt er een man aan met een plastic tas. Omgerekend allerlei vreemde valuta. Ik meen iets van 72.000 euro. En die wilde ons voor een strafzaak hebben. En toen waren wij op kantoor vrij snel klaar. Dus wij hebben hem een hand gegeven. Goede reis. Ik zei, pas wel op uw geld. We liepen zo mee over straat. Maar u dacht, daar brand ik mijn handen niet aan? Ik vond de start al uitermate vervelend. Omdat u ook dacht, dat is bloedgeld? Maar misschien
was het allemaal wel goed gekomen, maar het is niet een staat die bij ons kantoor heel enthousiast wordt begroet. Checkt u waar uw cliënt het geld vandaan heeft, waar hij u mee betaalt? Nee. Nee? Nee. Vindt u dat belangrijk of dat eerlijk verdiend is of is dat niet relevant? Dat is niet relevant. Dat is niet mijn taak om... Neemt u zwart geld aan bijvoorbeeld? Dat weet ik niet of iets zwart geld is. Maar dat controleert u niet? Nee. Ik vraag mijn cliënt wel om altijd via de bank het bedrag over te maken. Dus geen testzakken met... Nou, dat kan ik niet beoordelen. Nee. Ik vind ook niet dat ik daar een onderzoeksplicht naar heb. Maar ik wil het wel gewoon via de bank overgemaakt krijgen. Ja, ja. Dat het echt gewoon zwart op wit staat. En, ja. Vindt u het belangrijk of het eerlijk verdiend is? Is dat een kwestie van uw zorg? Ja, maar, nee, het is niet mijn taak om precies na te gaan waar mijn cliënt het geld vandaan haalt. Wij zijn ook geen struisvogels. Dus op het moment dat u tegenover mij zit en ik vraag u een x-bedrag en u hebt de ABN-bank beroofd en u haalt 1.000 euro tevoorschijn, waar de flapjes van de ABN nog om zit, dan mag ik dat niet aannemen. Maar soms is het helemaal niet zo duidelijk waar geld vandaan komt. Nee, maar kijk, er is een hele grote discussie geweest, al iets begonnen met officier van justitie Abspoel, dat wij helers zijn. En ik zeg er altijd op, ja, dat is de chirurg dan ook en de bakker ook. En, Ja, die weten het niet van hun cliënt. Kijk, soms u weet waarom iemand bij u komt. Ja, maar die man kan wel onschuldig zijn. Als ik denk dat een drugsbaron mij kan betalen omdat hij dat geld natuurlijk heeft gegenereerd dankzij gepleegde drugsmisdrijven, dan kan ik niet zeggen, maar dat geld dat mag je niet aan mij geven, hoor. Dat geld gaat ook naar de garagehouder, dat gaat naar de cafés. Men leeft er lustig op los. En alleen als ze bij de advocaat komen, dan moet alles moreel scherp gesteld worden. Kijk, als 10.000 gulden uit het Rifgebergte van Marokko komen, kan natuurlijk ook best wel van de fruitteelt zijn of zo. Dat ga ik niet controleren. Maar als ik direct weet dat de bankovervaller mij betaalt met de bij de bank gemaakte buit, dan zeg ik nee. Hebt u dat ooit meegemaakt, dat u dacht, dit is wel heel vreemd? Jazeker, bij een bankoverval. Letterlijk dit? Ja, dit. Ja? Ik heb de man vervolgens op een toevoeging bijgestaan. Ja, ja. En... u dacht echt van, dat geld wil ik gewoon niet? Nee, ik wist vrij zeker dat het uit die bankoverval kwam. Ja, ja, ja. Spreken advocaten onder elkaar overigens ook voortdurend in initialen? Mohammed B., Volkert van der G. Praat u zo onder elkaar over? Ik ben slecht in namen, dus ik ben al heel lang... Ik ben al blij als ik het met initialen kan doen. Volkert van der G., Mohammed B. Praat u dus advocaat ook zo onder elkaar? Nee. Wij noemen gewoon namen of een aanduiding kan ook. Ik denk dat ik tegen collega's ook gebruik, Ferdi E. Ja, zorgvuldigheid, voorzichtigheid. Er kunnen derden bij staan die dat horen, vind ik ongepast. Curieus is dat mensen echt een initiaal worden bijna, hè, voor de buitenwereld. Ja, ja. Dat heb ik heel sterk meegemaakt met mijn cliënt Mohammed B. Die ging ik bezoeken in de Bijlmerbaai. Ze zat in een aparte toren en dan moest ik dus helemaal de inrichting doorgebracht worden. Begeleiding van een bewaarster. En die vroeg aan mij onderweg, die cliënt van u, die, en toen noemde ze volledige achternaam, wat heeft hij eigenlijk gedaan? En toen zei ik, nou, hij heet ook wel Mohammed B. Oh. Verdedigt u zowel slachtoffers als daders? Nee, ik verdedig in beginsel eigenlijk alleen daders, met een heel enkele uitzondering. Maar dan moet het wel om een heel specifiek geval gaan. Waarom kiest u specifiek voor die groep? Waarom vindt u dat aantrekkelijk? Ja, ik vind dat vakmatig eigenlijk veel uitdagender. Daar ben ik heel principieel in. Ook als kantoor, we hebben een keuze gemaakt om alleen verdachten bij te staan. Wij staan geen slachtoffers bij een strafproces. Daar hebben we ook een reden voor. Daar is het conflict van belangen om aan de ene keer een slachtoffer, aan de andere keer een verdachte bij te staan aanwezig. Ik geef een voorbeeld. Ik ben ooit eens gevraagd door een familie van een militair die was omgekomen in Afghanistan om die familie bij te staan. Toen hebben we gezegd, dat kunnen we niet doen, omdat wij ook militairen bijstaan die verdachten zijn. Hoe leg je aan de militair die verdacht is uit dat je ook aan de andere kant staat? Verdedigt u zowel slachtoffers als daders? Ja,
Ik heb de verkrachter, althans de verdachte van de verkrachting, in de praktijk, maar ook het potentiële slachtoffer. Of het vermeende slachtoffer, moet ik zeggen. Sommige collega's zeggen dat moet je niet door elkaar laten lopen. Dat moeten die collega's dan lekker zeggen. Ja. Ik zou ook niet weten wat daar een argument voor zou zijn. Nou, dat je in elk geval nooit een belangenverstrengeling kunt. Nee, maar dat is heel wat anders. Ja. Als je een verkrachter in zaak... Ik snap dat het niet één zaak is. Nee, dat is toch niet één zaak. Dus ja. Dan kan er ook geen belangenverstrengeling komen. De perceptie die de verdachte heeft zelf van de advocaat die voor mij zit, die moet ik volwaardig kunnen vertrouwen. Dat die perceptie kan wel eens aangetast worden op het moment dat die verdachte denkt van hé, maar die advocaat staat toch ook slachtoffers bij? Hoe kan hij mij dan optimaal dienen? Je moet het ook zien, dat is natuurlijk de officier van justitie, onze tegenspeler, die komt op voor de samenleving. Dat is min of meer de advocaat van de samenleving, waaronder ook vallen slachtoffers en nabestaanden. Dus het is de eerste verantwoordelijkheid is dat voor onze tegenspeler, de officier. U zegt, ik verdedig zowel slachtoffers als daders. Is het dan eigenlijk gewoon een kwestie van wie het eerst belt? Ja, klopt. Dus als de dader iets eerder heeft gebeld aan het slachtoffer, doet u de dader? Klopt, ja. Ja. Nou, het komt zelden voor dat ik slachtoffers verdedig. Ja. U hebt bijvoorbeeld de broers van Pim Fortuyn bijgestaan, hè? Ja. Had u met hetzelfde gemak Volkert van der G kunnen verdedigen? Nee. Echt niet? Nee. Omdat ik met die man helemaal niks heb. Dat er was zo'n geweldig contrast tussen dader en slachtoffer. Ik bedoel, Pim Fortuyn was een zeer flamboyante man. Mm-hmm. En de heer Volkert van der Graaf, dat is met alle respect hoor, tussen aanhalingstekens, die is zo droog als een zak erwten. U noemt zijn achternaam, dat hoort toch niet? Nou, daar heb ik geen enkel probleem mee. Nee? Nee, weet u niet wie ik bedoel? Ja, maar volgens mij, juist advocaten zijn er toch altijd heel erg scherp op, dat je de namen niet noemt? Daar ben ik helemaal niet scherp op. Oh, nee? Nee. Nee. Maar u had weinig respect voor die jongen, bedoelt u? Ik voelde weerzin. Ja. En is dat dan belangrijk? Want ja, natuurlijk. U staat toch niet achter het misdrijf, maar u zorgt gewoon dat er een eerlijk proces wordt gevoerd? Of zie ja, dat maar in dit geval had hij niet bij mij moeten komen. Nee? Dan was hij in de gracht beland. U hebt zowel Willem Enstra als Willem Holleden verdedigd. Ik wist dat u daar naartoe zou gaan. Nou, dat zo volstrekt anders. U legt de loper uit, hè? Nou ja. Nog even voor de duidelijkheid, hè? Enstra claimde later dat hij ernstig werd bedreigd door... Dat was op een moment... Dat nog niet... Ik ga dat nog wel één keer... Ik ga er ook niet te veel over zeggen. Dat was op het moment dat niet speelde, laat staan voor mij kenbaar was. Mm-hmm. Klaar. En mij ook niet kon blijken op dat moment... Mm-hmm. dat die mensen rotzooi met elkaar hadden. Als ze het al hadden. Maar was het lastig? Want u hebt natuurlijk wel dingen van Enstra gehoord. Maar geen slechte dingen over mijn Holleden. Als hij toen tegen u gezegd had, ik word bedreigd door hem. Dan had ik me moeten bezinnen. En dan had u Holleden laten vallen? Of? Ik denk meneer Enstra, omdat die mijn latere cliënt was. Ja, ja. Dan kiest u niet de kant van het slachtoffer. Ja, u maakt van meneer Enstra meteen een slachtoffer. Nou ja, stel dat hij bedreigd is, hè? Ja, ja, ja. Misschien was het ook wel andersom zo. Dat weet niemand. Maar ik kies dan voor de cliënt die ik het langst heb. Zijn er cliënten die u liever niet heeft? Er is maar één cliënt en dat is bekend, dat is meneer Boutersen. Maar voor het overige maakt het mij niks uit. Omdat u vrienden hebt gehad onder de slachtoffers van vrienden en collega's. Ja. 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 Want anders, als dat niet in de weg had gestaan, had hij ook cliënt kunnen zijn bij u. Zonder enige twijfel. De zaken die ik niet doe, die zien meestal en bijna bij uitsluiting op het gegeven, op het feit dat ik bijvoorbeeld involved ben in die zin. Ik ken het slachtoffer. Persoonlijke betrokkenheid. Persoonlijke betrokkenheid, dat zegt u juist. En de tweede categorie is oorlogsmisdadigers. Om dezelfde reden eigenlijk. Ja. Omdat ik via een omweg persoonlijk betrokken ben bij die kwestie. Ja. Terwijl ik me ook kan voorstellen dat zo'n zaak Demjan Joek juridisch ontzettend fascinerend kan zijn. Dat is die, maar die laat ik aan me voorbij gaan om reden die ik u zeg. En ik zeg daar tegelijkertijd bij dat die man natuurlijk wel recht op verdediging heeft. Ja. Alleen niet van mij. En als er nou niemand te vinden is? U bent de laatste die dat zou kunnen doen? Dat is een goede vraag. Ja, ik zou het aan me voorbij moeten laten gaan, omdat ik het niet goed zou kunnen doen. Mm-hmm. Omdat ik emotioneel betrokken ben bij oorlogsmisdadigers. Dat is misschien wel een teken van absolute superioriteit als je het doet, hè? Dat ja, je daar nu komt. Hier aan tafel met u
Zittend zeg ik nee. Ik zou moeten zien wat er zou gebeuren als die inderdaad bij me zou aankloppen. Maar hij maakt weinig kans, denk ik. Soms heb je best wel eens misdrijven of mensen die verdacht worden van misdrijven die zo gruwelijk zijn dat je ook als advocaat de rillingen over de rug lopen. En zo had ik bijvoorbeeld eens een keertje enige moeite, of ik moest iets overwinnen om bijvoorbeeld mijn voormalige cliënt Pieter Menten de hand te schudden. Toen dacht ik er even bij van, oei. Doordat u dacht, dit is niet zomaar de eerste de beste? Nee, dit is een man die wel heel erg veel mogelijk op zijn geweten heeft. Maar daar moet je even overheen. Maar bij die man voelde u een soort... Ja, het moest even... Het schoot door mijn hoofd. Ik zie het nog zo voor me. Ik ontmoette Menten in het Huis van Bewaring in Scheveningen. En hij kwam vanuit een andere gang op ongeveer 25 meter van mij af. En we liepen zo naar elkaar toe. En toen dacht ik, moet die man zo direct de hand geven. Daar zag u bijna tegenop? Ja, bijna wel. Maar ik heb het toch gedaan. Had dat nog zijn weerslag op de omgang met Menten? Later? Nee. Of op hoe de zaak... Nee, je blijft cool en zakelijk. U hebt wel eens gezegd, ik zal het aantal zedenzaken beperkt houden. Dat zijn vaak vervelende klanten waar ik niet altijd evenveel respect voor kan opbrengen. Ja, dat is juist. Ja, dat heb ik... En dan bedoelt u verkrachters, dat soort mensen? Ja. Die had u liever niet? Sterk beperkt gehouden. Ja. En met name ook mensen die werd verweten dat ze zich... vergrepen hadden aan kinderen. Ook omdat je zelf jonge kinderen krijgt. Dat je zegt van luister eens, van kinderen blijf je af. En ik wens gewoon niet als raadsman op te treden in zaken waarin mensen zich aan kinderen hebben vergrepen. Ja. Maar ja, u zei ook, ik verdedig niet de daad, maar de verdachte. Nee, dat is juist. Maar de verdenking die ten aanzien van iemand, en juist in deze sectoren dan neergelegd wordt. Dat kan zodanig zijn dat je zegt, luister, dat ga ik niet doen. Daar kan ik me helemaal niks bij voorstellen. Dat vind ik ook eigenlijk een onverantwoorde uitspraak van Kees. Echt waar? Ja, ik bedoel, ik heb genoeg keren meegemaakt dat mensen vrijgesproken werden van dat soort beschuldigingen. En ook meegemaakt dat ze daar ook zwaar onder geleden hebben. Je weet het vaak nooit van tevoren als zo'n zaak binnenkomt. Nee. En dan vind ik niet dat je als advocaat op de stoel van een rechter moet gaan zitten en door alvast een meneer of mevrouw schuldig te vinden. Zedenzaken met name zijn zaken waarbij er vaak niet veel bewijs is. Het zijn vaak één-op-één situaties. En dan is het... En mensen worden ook in zedenzaken heel vaak onterecht aangehouden. Soms ook onterecht veroordeeld, wat mij betreft. En u bedoelt, daar is ook wat te halen voor een advocaat? Daar is heel veel te halen voor een advocaat, ja. Als ik een zedenzaak doe, dan kijk ik altijd welke zaak is dat. En komt dat niet te dichtbij, het gezinsleven of de leeftijd van mijn kinderen? Geef eens een voorbeeld. Wat hebt u dan niet gedaan? Ja, een kindermoord. Kindermoorden die in de publiciteit komen. En mijn kinderen lezen ook al de krant. Dat zal ik niet snel doen. Nee? Nee. Ik heb wel een aantal gezinsdrama's. Vanwege uw kinderen? Of? Ja, dat doe ik eigenlijk wel vanwege mijn kinderen. Of omdat u zelf als moeder denkt, daar walg ik van? Nee, ik walg niet zo heel snel van iemand. En zeker niet als je één op één iemand verdedigt. Dan is het toch opmerkelijk hoe bang iemand kan zijn of hoe klein iemand kan zijn of hoe radeloos iemand kan zijn. Dus het is te oppervlakkig om te denken dat mensen walgelijke mensen zijn. Iedere cliënt is nog maar verdachte. Ja. Maar u had het wel. De rechter bepaalt later wel. Ja. Of hij van verdachte dader wordt. U hebt ons verteld dat u het wel had met kindermoordenaar Michel S. Hè? Toen u uw eigen dochter die leeftijd had van zijn slachtoffers. Ik heb wel eens een moeilijk moment gehad. Ja. Maar principieel heb ik die zaak natuurlijk wel aangenomen. En ik heb hem gedaan tot de dood van Michel S. Maar ik heb wel moeilijke momenten gehad. Noemen ze zo'n moment? Ik ben 3-4 keer overspannen, overwerkt, thuis geweest. En in die periode vond ik het moeilijk, als ik dan weer hersteld was, om die zaak te doen als je zelf een dochter hebt. Van die kindermoorden? Ja, in die leeftijd. En
Dat is dan niet heel principieel, maar dan heb ik mijn broer wel eens naar Den Haag laten gaan. Volgende week in Kijken in de Ziel, de verdachte. Ik vertel wel eens aan cliënten dat ik eigenlijk liever alleen het dossier heb zonder hem of haar als persoon erbij. Dan heb je als advocaat net de blaren van je tong staan pleiten in een bepaalde richting. En dan zegt die cliënt in zijn laatste woord iets waarvan je denkt van god, hou nou je kop.